eerste livestream. Dit is echt heel lang geleden. Volgens mij doet hij het. Ik heb geen idee. Hij zegt dat hij live is. Ik ga het even checken. Ja, volgens mij doet hij het wel. Oké, nou, ik ben weer eens live. Het is echt heel lang geleden dat ik dat gedaan heb. Ja, wat moet ik zeggen? Inmiddels is er bijna een jaar, zijn we een jaar verder. En ja, ik heb weer meer tijd met school. Nou, natuurlijk niet alle tijd, dus ik kan niet continu allemaal video's plaatsen. Dat wil ik ook niet. Want daar heb ik gewoon geen tijd voor, zeg maar. Ik ja, wil wel proberen om eens in de zoveel tijd weer een keer live te gaan, bijvoorbeeld zoals nu. Of een keertje een video plaatsen, zo'n music video of zo. Daar is ook naar gevraagd of ik dat wil gaan doen. Dus ja, dit wou ik even zeggen. En ik hoop dat jullie deze livestream leuk gaan vinden. Wat ik ga doen is gewoon een beetje trainen. Zoals jullie zien heb ik een nieuw paard. Dat is Red Velvet, een Andalusier. Want ik volg de update natuurlijk wel en ik ben ook online geweest. Al sinds de zomervakantie eigenlijk. Dus ik kom weer meer online. En ja, met YouTube ben ik vanaf vandaag zeg maar weer een beetje begonnen, zou je kunnen zeggen. Maar dat ja, wordt dus geregeld, zeg maar. Niet dat ik het continu weer ga doen. Maar ja, dit is even wat ik wou zeggen. Dus ik hoop dat jullie het leuk gaan vinden. Veel plezier met kijken. En als jullie een vraag hebben, stel het in de chat. Ik wil niet te veel over mijzelf, zeg maar, privé vertellen. Maar ik kan wel bijvoorbeeld vertellen over StoreStable of zo. Of hoe, wat ik van een update vind of zo. Dus als je er vragen naar hebt, stel ze maar in de livestream chat hieronder. En als je wil, abonneer op mijn kanaal. Ik heb nog al mijn video's staan die ik gemaakt heb voordat ik een tijdje stopte, zeg maar. Wacht, ik moest nog één race hier doen. Wauw, handig. Maar ja, al mijn video's die staan dus nog gewoon op YouTube. Je kan ze nog terugkijken. Of opnieuw kijken. Of kijken als je ze nog niet gekeken hebt. Mooi verhaal dit. Dat slaat er helemaal nergens op. Maar oké, sorry. Voor onduidelijkheid of zo. Ik moet even wennen aan praten tegen de computer, dus vandaar. Ja, dat wou ik even zeggen. Ja, inmiddels had ik een stuk of 4-5 nieuwe paarden gekocht, die ik dus niet heb opgenomen. Op dit moment heb ik 200 starcoins, voor degene die het willen weten. Ja, dat komt omdat ik paarden heb gekocht in de tussentijd, zeg maar. En ja, was er nog iets dat ik moest zeggen? Niet echt, denk ik. Ja, spraakzaam. Nou, deze hebben we gedaan. Dan gaan we nu naar Gouden Heuvelvallei. Dus ja. Laat ik ondertussen even kijken of er nog gereageerd wordt onder mijn video. Dat is ook wel handig. En gezellig natuurlijk. En dan kan ik ook weer iets meer kletsen, want ik zit nu alleen maar mijn race te doen en ik heb helemaal niks gezegd eigenlijk. Maar dat komt omdat ik gewoon niet weet wat ik moet zeggen, waar ik over moet praten en zo. Dus dat.
Leuke lijst. Thanks, Connie. we gingen daar gewoon even vrij, had ik het over. Nou, paard, doe ik eens mee. Ik wil straks anders ook wel mijn paarden laten zien voor degenen die dat leuk vinden. De nieuwe paarden dan. Want mijn oude paarden die kan je nog terugvinden in de video's. Maar ja, die wil ik ook wel laten zien. En voor de rest weet ik niet wat ik nog meer ga doen vandaag in deze livestream. Misschien wel leuk om te doen. Connie, ik weet dat je kijkt. Dat zie ik hieronder op mijn video. Is er nog iets dat jij graag wil zien? Laat weten in de reacties onder mijn video. Stream. Is er nog iets dat jij graag wil zien in deze livestream van mij, Ursula Shortrock? Of is er iets dat jij weet dat ik kan doen in deze livestream? Voor zowel of kletsen met jullie qua kijkers of iets dat ik in Star Stable kan laten zien? Als er straks nog meer kijkers komen, dan zou ik het natuurlijk ook vragen aan hun. Dat is wel zo eerlijk. Dus ja, ik ben benieuwd. Ik moet zeggen, ik heb het wel gemist om op te nemen. Op een gegeven moment dan, ja, wil je het toch wel weer gaan doen als je ook Star Stable speelt, zeg maar. Ik heb me een tijdje kunnen inhouden, maar nu niet meer. Dus ja, ik ben weer begonnen met filmen. En volgens mij gaat deze race nu een beetje fout. Ja, dat dacht ik al. Nou, ik heb geen zin meer om te racen. Anders ga ik wel gewoon naar mijn thuisstal en ga ik mijn paarden laten zien. Ik denk dat dat wel leuk is om te doen. Er wordt nog gezegd door Connie van missies, als je die nog hebt. Nou, ik heb helemaal geen missies meer. Ik heb alles al gedaan. Of een RP met iemand uit mijn vriendenlijst. Op dit moment, ik zal even kijken, is er volgens mij vrij weinig. Ja, Emmy Lightning, die is online, maar ja, ik denk niet dat, nee, RP's daar hou ik nooit zo van om die te doen, dus ik denk niet dat dat erin zit.
Dus ik ga hem gewoon mijn paard laten zien. We zijn inmiddels bij mijn thuisstal. Ik zal het even leuk openen, zeg maar. Op dit moment heb ik 5 dagen stalhulp voor al mijn paarden. Want ik kwam dus weer meer online en ik dacht, ik heb zoveel starcoins. Ik had een paard gekocht, ik had starcoins over. Ik dacht, ik ga leuk doen voor mijn paarden en ik ga stalhulp kopen. Zodat al mijn paarden weer blij worden. Want ze waren allemaal boos. Ik ga even Red Velvet terug in de stal zetten. En dan zal ik even vertellen over welk paard waar staat. Het ziet er een beetje raar uit als ik ga rennen door mijn stal. Dus ik ga het maar gewoon lopend doen. Hier heb ik in dit stuk zeg maar alle paarden die ik nog moet trainen. En hier staan er ook nog 2. Red Velvet is dus een nieuw paard. En die is level 9 op dit moment. Vanilla Wish is ook. Die is level 7 geloof ik nog. Ja, level 7. En dan heb ik nog een pony. Dat is een twin paard met Eleanor Windforce. Deze is ook level 7. Dan heb ik hier mijn Arabier Firestone. Die is level 13. Die heb ik gekocht ooit op de paardenmarkt toen de Arabieren werden afgeprijsd. Dus toen was hij volgens mij maar 700 of zo qua starcoins. Dus dat was wel mooi. Wolf Queen is ook level 13. Dat is een Clydesdale. Dan heb ik hier nog een pony staan. Die was ik helemaal vergeten dat ik die nog had. Dus ik kwam maar laatst achter dat ik die nog had. Want ik had natuurlijk alweer een nieuwe pony gekocht. Maar deze had ik ook nog. Grey Beauty. Die is ook level 13. En dan heb ik hier natuurlijk Rosebeam. Dat was mijn Connemara. Die is helemaal uitgetraind. Voor de rest is alles helemaal uitgetraind. Hier heb ik Greybeam. Dan heb ik hier Bullet Chaser, dat was ook een nieuw paard. Volgens mij heb ik die ook nog niet laten zien in een video uit mijn hoofd. Die is ook uitgetraind. Hier Love Melody, die heb ik volgens mij ook nog niet laten zien in een video. Dat is een Lusitano, ook helemaal uitgetraind al. En hier heb ik wat ijspaarden en 2 Mustangs staan. Natuurlijk Light Shadow en aan de andere kant Midnight Shadow. Thundercloud. Die kennen jullie vast nog wel uit mijn video's. Lemon Pie, de Halflinger, mijn Fjordje, Snow Rocket, twin paard met Pony Breeze Street. En Autumn Hill, mijn Noordzweep. En dan heb ik aan het begin natuurlijk nog de enige echte Fries staan. Night Dancer en mijn Arabier, Silver Top, mijn racepaard. Op het land heb ik nog Winterkid, mijn beginnerspaard, Starsoul, Firefly, Brave Queen, Dark Ace, Pumpkin Star, Spirit en natuurlijk Skywater, mijn oude pony. Ja, dit is eigenlijk alles wat ik op dit moment in mijn stal heb staan qua paarden. Voor de rest is er denk ik niet heel veel dat ik kan laten zien in mijn stal, aangezien het niet echt heel interessant is verder. Want ja, jullie weten vast wel hoe de wasplaats werkt. De kast is ook niet echt heel interessant met allemaal kleren. En natuurlijk die 2 zadelkamers hier. Ook niet echt heel spectaculair ofzo. Dus ja, dit was denk ik mijn stal. Geen idee of ik nog iets kan laten zien hier in Star Stable. Want ja, het is natuurlijk alweer zo'n lange tijd geleden. En ik heb nu net al nieuwe paarden qua oude paarden laten zien. En voor de rest, ik heb geen missies meer en zin in een RP heb ik eigenlijk ook niet echt, als ik eerlijk ben. Dus Connie, is er toevallig nog iets dat jij wil zien in deze livestream? Want, of is er nog iemand anders die iets leuks weet wat ik kan doen op dit moment? Anders ja, zeg ik maar gewoon, is er iemand die nu kijkt die een bepaald paard wil zien lopen? Dan kies ik mijn paard wel uit. Oké, oh wow. ja, wie gaat er mee? Ik weet het niet. Wie heeft er zin in een ritje vandaag? Oh, je kan ook nog champ doen. Na 3 kwartier. Ik denk dat ik dan al klaar ben met filmen.
Ik weet niet hoe het ermee. Ik ga wel op lof. Nee, ik heb geen zin in. Ja, nee, ik weet het niet. Nee, ik ga wel op Midnight Shadow. Nee, ja, Midnight Shadow gekozen. Keuze uit zoveel paarden en dan weet je niet op welke je moet. Ja, dat komt vaker voor. Nog trainen heb ik al gedaan, dus ik ga nu gewoon denk ik even rondrijden. Zo. Ik ga rondjes rennen en het weer. Ja, oh, mijn paard. Het is al klaar. Zal ik. Ja, nee, ik weet niet. Ja, ik ga een muziekje aanzetten onder de video. En dan ga ik gewoon, denk ik, een buitenritje maken. Een soort van RP-achtig iets of zo. Ja, zo zou je het kunnen noemen. Ik doe hem gewoon door Moorland. Dus als er iemand is die mee wil rijden, dan mag dat. Ja. Ik ga niet heel lang nog live. Ik denk dat ik de video dus hiermee afsluit. Met een inimini buitenritje, zeg maar. En dat lijkt mij wel leuk. Waar is die afspraak? Ik kan er nog even tussendoor zeggen. Een aantal vroegen natuurlijk om een muziekvideo. Nou, hier sluit ik hem dus mee af. Dat wou ik even zeggen. Thank you.
ik ga deze livestream afsluiten. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Heel erg bedankt voor het kijken. Als je wil, abonneer. Kijk wel wanneer er weer een video of weer een livestream kan komen. Als ik tijd heb, doe ik het zeker. Een van de twee of beide. Dus hou mijn kanaal zeker in de gaten. En ik hoop tot de volgende keer. Doei! Ik hoop dat jullie het leuk vonden.